Hoe mat je nu een loodkop met een chat? Wat eigenlijk belangrijk is, is um, de balans zoeken tussen aanhakingskans en het behouden van de actie van de chat. Dit is een, een sneak chat van 11,5 centimeter en daar gebruik ik of een haakmaatje 5 op of een haakmaatje 4. Dit is een haakmaatje 5. Zoals je ziet komt die wat verder naar achter. De actie van de chat is nog steeds goed. Maar je hebt sowieso heb je ook een iets grotere haakbocht en dan zit iets verder naar achter. Dus dan heb je wat meer aanhakingskans. Um, gebruik je een 4. Dan is de haakbocht wat kleiner en dan zit hij wat verder naar, naar voren. Dus dan heb je wat dat betreft iets minder aanhakingskans, maar dan kan je met een stingertje werken. Daar nou, komen we zo even op terug. Eerst eventjes, hoe bevestig je nu de uh, loodkop aan de shed? Wat dus belangrijk is, is dat, die, uh, uh, dat het loodkopje uh, tegen het mondje aankomt. Dus voordat je, hem ga, de, voordat je de haak de, uh, erin gaat doen, moet je altijd even kijken waar die uitkomt. Dat kan je onthouden. Vaak door ervaring, door het veel te doen, weet je dat uh, gewoon. Of je zet met een stift een stipje erop en dan heb je echt een mooie, perfecte leidraad. Uh, wat ik altijd doe, is bij het aanrijgen van de shed, is hem eerst uh, parallel houden eraan... En dan duw ik alvast ietsjes naar boven, zodat die haak niet te ver in de chat verzonken zit uh, vanwege de, aanhakings, de inhakingskans. Kijk, dit is perfect. Bijna die hele bocht die komt eruit, dus zo heb je voldoende aanhakingskans. Je ziet dat het, uh, dat het mondje eigenlijk uh, uh, tegen het loodkopje aan zit en dat de haakbocht vrij ver eruit zit, zodat we voldoende inhakingskans hebben. Nou, zoals ik aangaf, dit is een, een, een maatje 4, dus dat zit vrij ver van de staart af. En nogmaals, is de vis heel agressief. Dan maakt dat niet zoveel uit. Dan, dan pakken ze het uh, uh, gehele setje en zuigen ze het zelfs naar binnen, maar soms dan heb je dat die vis ja, alleen maar een beetje nibbelt, of, of even kijkt bij die staart. En dan werk ik graag met een uh, stingertje, uh, mijn stingertjes die maak ik eigenlijk gewoon met een lusje en een platte knoop. Heel simpel. Maar zorgen dat die wel gefixeerd zit. Hè? Dus niet dat die een soort uh, uh, strop wordt dat je hem aan kan, uh, kan trekken. En die hou je vervolgens over het oogje heen. Eén, twee of drie keer. Maar het mooie van dit systeem is dat je dus kan kijken hoe ver je hem naar achter wil laten komen. Dus geef je hem nou nog een extra lusje, dan komt hij nog wat verder, uh, gaat hij wat verder naar voren. Geef je hem een lusje minder, dan komt hij nog wat verder naar achter. Maar dit lijkt me mooi. En dan hou je toch nog een goede startactie. En ook hier geldt weer: het is altijd de balans zoeken tussen maximale inhakingskans zonder al te veel de actie van de chat te verstoren. En dat moet je natuurlijk zelf eventjes uitproberen als je gaat vissen. Dan moet je gewoon even ja, bekend mee raken. Je moet sowieso zo zo goed bekend raken met je, met je kunsthaas. Dus dat geldt ook voor dit soort uh, zaken. Dan hebben we de 7,5 centimeter sneak set. Daar gebruik ik een haakmaat 3 voor. Dus ook hier geldt weer eerst even kijken. Uh, kopje, loodkopje tegen het mondje. Dan komt hier uit. Haakje inbrengen en alvast bij het opstropen ietsjes naar boven beginnen te mikken, zodat er voldoende haakbocht uitkomt om de haak mooi te kunnen zetten. Zo, kijk, dit is mooi. Hij zit er ietsje scheef op, maar op zich is dit wel mooi. Zo heb je een mooie, mooie ruime bocht en uh, als het goed is, is de actie van de chat perfect nog. Dan hebben we de kleinste maat van de sneak set. Dat is 5 centimeter. Je zou met hele kleine loodkopjes kunnen werken. Ik heb dat niet, want ik vis, ik vis op groot water. Dus voor mij is dat dan meer streetfishing-stijl. Maar waar ik dit bijvoorbeeld nog wel voor zou kunnen gebruiken, is met dropshotten. Want het voordeel van zo'n heel klein setje is dat je met dropshotten breng je eigenlijk het haakje in ja, door, door het kopje alleen. Dus dat, juist dan door die korte afstand, dan heb je een, een betere inhakingskans. En dit heeft natuurlijk een prachtige actie met, uh, met dropshotten. Maar nogmaals, je zou hier ook met een loodkopje kunnen werken, maar dat heeft mijn, uh, mijn voorkeur niet. Ik zou dit, uh, als ik het gebruik, gebruik ik het dropshottend. Dus dat is het eigenlijk.